De kleine overwinning tegen Roda JC van afgelopen vrijdag zorgde ervoor dat de Nijmegenaren 3 punten in hun zakken konden steken. Het was voor de ploeg van trainer Jack de Gier de 3e opeenvolgende thuiszege. Vrijdagavond kan NEC de 4e zege op rij behalen wanneer het weet te winnen van FC Den Bosch. De nummer 4 van de keukenkampioendivisie wordt om 8 uur in de Goffert ontvangen. Ja, elke wedstrijd is een wedstrijd op zich. En we willen wedstrijden winnen, laat dat duidelijk zijn. Met name de goede tijdsreeks die willen we doorzetten. En dus hebben we ons weer voorbereid op Den Bosch. Wat is het voor ploeg Den Bosch? Ja, die ploeg die voor de winterstop natuurlijk heel goed gedaan heeft. En na de winterstop het meer moeite hebben met het behalen van punten. Al is het qua spel, is de trainer best tevreden over bepaalde fases. Alleen ja, zitten ze in bepaalde wedstrijden aan de verkeerde kant van de medaille. Nou ja, dat kan gebeuren. Daar raken ze niet van in paniek. En voor de rest is het gewoon een goede ploeg waar wij ons ook weer goed op moeten instellen. Hoe is het gevoel in de groep? Want je zegt net een goede reeks met weinig verliezen. En gewoon ook veel belangrijke overwinningen. Hoe is de groep, voelt de groep zich nou? Nou ja, prima. Weet je, de groep heeft deze week ook weer scherp getraind, goed getraind. We hebben kunnen zien dat in de wedstrijd tegen Roda heel veel energie in gestoken. En dat is uiteindelijk beloond met een zwaar bevochten 1-0. En als je terugkijkt naar die wedstrijd, hadden we die wedstrijd eigenlijk met 3-4-0 kunnen winnen. Omdat je onderweg vergeet wat kans af te maken. Maar vooral de energie, het teamgevoel, het over de streep trekken van die 1-0. Ja, dat geeft natuurlijk een goed gevoel in de groep en dat moeten we proberen vast te houden. Frank, jij treedt na een maand of 4 afwezigheid weer mee met de selectie. Hoe voelt dat voor jou? Ja, lekker. Dat is natuurlijk heerlijk. Lekker om gewoon weer op het veld te staan. Dus blij dat ik weer gewoon met de jongens op het veld ga staan. De knie voelt ook goed. Dus dat is ook helemaal mooi. Want het leek van tevoren niet echt alsof het 4 maanden lange blessure zou zijn, toch? Nee, klopt. Ik had het een beetje raar opgelopen. Want het was niet echt het moment dat ik echt dat het erin schoot of dat ik last kreeg. Dus ik had in eerste instantie verwacht dat het maar een week zou duren of zo. Maar uiteindelijk, wat je zegt, ben ik er bijna 4 maanden uit geweest. Dus dat was af en toe even zwaar. Maar ik ben blij dat het nu gewoon weer goed gaat. Dan gaat jouw ploeg in die periode door een slechte fase heen. Hoe kijk je daarna vanaf de tribune? Ja, het is lastig. Je wilt natuurlijk het team helpen. In die mogelijk, zeg maar. Als je dan ook niet geblesseerd bent, dan is het helemaal zwaar om toe te kijken. Dus de laatste tijd gaat het gewoon weer beter. En dan ben ik gewoon blij mee. En ik hoop dat ik gewoon snel weer kan aansluiten met de groep. Maar het zal dus pas over een week of wat zijn? Ja, ik denk het wel. Morgen ben ik er ook nog niet bij. Ik moet eerst maandag ga ik dan waarschijnlijk met de jong spelen. Ik heb nu misschien iets langer dan 1 week volledig meegetraind. Ja, je moet natuurlijk nog wennen aan intensiteit, dus dat moet ik gewoon rustig opbouwen aan de hand van de klacht. Dus dan ga jij maandag bij Jong NEC kijken hoe het met jouw conditie staat? Ja, waarschijnlijk ga ik daar gewoon mijn eerste minuten weer maken. Vrijdagavond om 8 uur in de eigen Goffert, NEC FC Den Bosch.